We zouden niet bang genoeg zijn voor corona. Nee, waarom feesten we vrolijk thuis verder als de horeca dichtgaat? En waarom vertikken toch zoveel mensen om dat mondkapje op te doen? Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie, die zegt... ja, we moeten angst gaan zaaien. We zijn namelijk niet bang genoeg. In het begin van de crisis was iedereen wel bang. We wisten niet wat ons te wachten staat. We zagen Italiaanse taferelen en waren dus bang voor wat er kwam. We hielden ons toen goed aan de maatregelen. Maar, zegt hij, ja, nu is dat niet meer zo. Vooral jongeren denken... nou, het zal allemaal wel. En door foto's te laten zien van kapotte longen, zegt hij... moeten we weer dat gevoel van urgentie terugkrijgen. Hij zegt, ja, het is niet stoer dat wij ons niet houden aan de maatregelen... maar eerder naïef. Ook pleit hij voor duidelijkere regels... zodat we ook echt snappen waarom we doen wat we doen. En hij heeft ook al een idee voor wie die boodschap moet gaan uitdragen. Namelijk Femke Louise. Ah, oké, okay. En specifiek waarom Femke Louise? Ik heb je namelijk een beetje vraagtekens bij. Ja, nee, dat een goede uitdrager. Ik vul even in dat ik denk dat dat is omdat zij een tijdje geleden natuurlijk veel in het nieuws is geweest. Omdat ze eerst tegen de maatregelen was, niet meer meedeed, nu weer wel. Ze is nu samen met Gommers volgens mij bezig met de mondkapjeslijn. Dus ik denk dat hij heeft gedacht, zij heeft een groot bereik, miljoen volgers op Instagram. Ja. Wie weet kan zij het doen. En dan is dus de boodschap bang worden voor corona en zien wat het allemaal met ons doet. Je zou ook kunnen zeggen, angst is toch ook wel best vaak een slechte raadgever, hoor je dan wel eens. Nou, dat is niet voor niets een spreekwoord, inderdaad. Ja. Je kunt beter gewoon verstandig zijn. En ik denk dat Famke Louise en Diederik Gommers, die hebben nu samen die social media actie. Diederik Gommers, die heeft nu al tienduizenden volgers op Instagram. Dus dit is een soort cultheld aan het worden. En volgens mij gaat dat op zich hartstikke goed met mensen bewust maken. Ik heb het idee dat de meeste mensen zich ook echt wel aan de maatregelen houden. Ja? Ja, en steeds meer ook. Ook die mondkapjes, als ik nu een supermarkt inloop, dan zie ik bijna iedereen daarmee lopen. Dus ja, dan heb ik toch het idee dat dat iets is... wat steeds meer mensen normaal gaan vinden. Oké, okay. Ik heb het idee dat er bij mij in de supermarkt in ieder geval niet... Moeten we even uitzoeken welke supermarkt jij is. Wat vind jij van deze boodschap van we moeten banger zijn? Ja, dat is een beetje hard gezegd natuurlijk. Wat ik er lastig van, ik zie wel steeds meer mondkapjes... ook bij mij in de supermarkt, in de buurt, et cetera. Maar ik hoor ook nog steeds best wel heel veel geluiden... van mensen die zeggen het is maar een griepje of het is een hoax... En ook van mensen van wie ik dat eigenlijk helemaal niet verwacht. Ja. Dat denk ik, hé, gaan we dit gesprek nu voeren? Dat is toch heel eigenaardig. Ja, tegen de het is maar een griepje zeggers zou je wel... Zou dit pleidooi, misschien zou dat helpen. Maar dat weet ik niet zeker. Tegelijkertijd, dat zie je natuurlijk ook steeds wel vanuit Rutte. Je wil geen paniek zaaien. Paniek helpt ook helemaal niet natuurlijk. En dat we niks meer durven. Nee. Dus ik vind dat heel ingewikkeld. Angst zaaien lijkt me nou nooit fijn. Maar ja, de realiteit onder ogen zien is altijd wel een goed idee natuurlijk.